je een tip geven die misschien interessant voor je kan zijn op het moment dat jij eigenlijk al een tijdje in mijn mailinglijst staat of mijn video's al een tijdje bekijkt, maar dat je nog niet echt precies weet waar je moet beginnen. Weet je, ik zeg altijd tegen mensen van je moet geld verdienen met je passie. En dat is voor mij makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. En ik sta er 100% achter, maar heel veel mensen hebben zoiets van oké, ik heb wel een passie, maar om dan nog fulltime mee bezig te zijn of ik denk niet dat er geld mee te verdienen is of wat dan ook. Nou, daarvoor heb ik eigenlijk een hele goede oplossing en daar wil ik het nu over gaan hebben. Nou, in de aankomende video's ga ik het ook hebben over hoe jij geld kunt verdienen of jouw business kunt opbouwen aan de hand van of dat je internetmarketing trainer wordt. Dus dat je andere mensen gaat leren hoe ze internetmarketing kunnen toepassen op bijvoorbeeld hun business of op hun passie of wat dan ook. En daar gaan we de aankomende video's gaan het over hebben, maar vandaag ga ik je één tip geven die je eigenlijk direct al kunt gaan toepassen. En dat is ook de bedoeling van de video's die je allemaal gaat krijgen. Dat je de tips die je krijgt eigenlijk direct gaat toepassen. Dat je eigenlijk direct aan de slag kunt zonder dat je gigantisch lang hoeft voor te bereiden bijvoorbeeld. En dat is toch wel een aspect van de meest succesvolle internetondernemers, de meest succesvolle ondernemers, dat ze tempo maken. Dus dat ze een idee krijgen, dat ze direct actie gaan ondernemen. Dus als jij hier succesvol mee wil worden, raad ik je ook aan om na deze video, als jij zoiets hebt van ja, dit vind ik interessant, om direct actie te ondernemen. En als je te lang gaat wachten, ja, tempo is zo gigantisch belangrijk voor ondernemen. Maar ik dwaal er helemaal af. De tip die ik je vandaag wil geven is eigenlijk heel erg simpel. Als jouw passie is om internetmarketing te leren of bijvoorbeeld persoonlijke groei te leren, dus dat jij jezelf maximaal wil ontwikkelen, of dat je het tof vindt om mijn video's te bekijken, mijn pdf's te lezen, mijn blog te lezen, etcetera, dan raad ik je aan om dat door te geven aan anderen. En dat zou je kunnen doen door bijvoorbeeld te gaan samenwerken met andere personen die eigenlijk niet zo goed zijn in internetmarketing. Want jij, je bent in feite al een expert op het gebied van internetmarketing, omdat je al kennis al hebt aan de hand van mijn video's en mijn blog, etcetera. En misschien ook van andere mensen die je dingen leren. Misschien ben je wel business in a box eigenaar of zit je in ons pauze als premium lidmaatschap. Dan heb je in feite al een hele hoop kennis die de meeste bedrijven in Nederland gewoon simpelweg niet hebben. In Nederland en België natuurlijk. Dus jij hebt die kennis en heel veel mensen hebben dat niet. En mensen hebben daar gewoon behoefte aan. Dat is ook logisch. Vooral in deze tijd. Ik bedoel, het is een moeilijke tijd nu tegenwoordig. En dan heb ik het over de kredietcrisis. En er zijn veel bedrijven zijn op zoek naar, oké, hoe kunnen we meer geld verdienen? Want ja, het neemt allemaal af. En het internet is daar natuurlijk een heel mooi middel voor. En jij kunt het aanbieden aan andere mensen. Nou, de tip die ik je vandaag wil geven is eigenlijk heel simpel. Jij kunt bijvoorbeeld een auteur benaderen of iemand die een DVD kan maken of een trainer of wat dan ook. En die kun je benaderen. Kun je zeggen van oké, je hebt bepaalde kennis van een bepaald onderwerp of een bepaald gebied. En wat we kunnen gaan doen is dat jij bijvoorbeeld een DVD gaat maken of online video of dat je een e-book gaat maken. Niet dat jij het gaat maken, maar de mensen die jij gaat benaderen. En dat jij vervolgens voor hun de marketing gaat doen. Dus jij gaat ervoor zorgen dat die website online komt en dat ze bezoekers naar de website krijgen en dat ze bijvoorbeeld affiliates krijgen en dat ze omzet gaan genereren. En dat jij bijvoorbeeld een x-percentage van omzet krijgt. En ik weet zeker dat een hele hoop bedrijven hiernaar op zoek zijn. Een hele hoop bedrijven die hebben de balverstand van internetmarketing. Nou, jij hebt wel een hoop verstand van internetmarketing. En jij kunt die bedrijven kun je benaderen. Kun je zeggen van oké, ik wil jullie wel helpen bij het online zetten van jullie business. Het online verkopen van jullie producten. Maar ik wil een bepaald percentage. Dus dat kun je dus doen aan de hand van bijvoorbeeld een auteur. Die kun je benaderen. Kun je zeggen van oké, je hebt een boek geschreven. Ik ga de marketing voor je doen. Maar je kunt ook gewoon een normale winkel zou je kunnen benaderen. Zou je kunnen zeggen, nou, ik wil de marketing wel voor jullie doen op het internet. En je wil zo'n x percentage. Dus wat je in feite doet, is participeren in bedrijven zonder dat jij geld hoeft te investeren. Het enige wat je hoeft te investeren is jouw kennis en tijd natuurlijk. Want je moet tijd investeren om bepaalde dingen online te zetten. En er zijn een hele hoop excuses te bedenken om het bijvoorbeeld niet te gaan doen. Want hoe zit dit en hoe zit dat, hoe zit dat? Nou, ik raad je aan om nu niet te denken in het hoe, maar meer in het wat. Van oké, wat zou jij kunnen doen? En ik noem maar even een paar voorbeelden. Ik bedoel, het kan hartstikke breed gaan. Je kunt dus een affiliate manager worden van iemand. Dat je gewoon puur zorgt dat iemand heel veel affiliates krijgt. En dat de commissie van die affiliates, dat jij daar weer een percentage van krijgt. Of wat dan ook. Je kunt zoveel verschillende dingen doen. En daar gaan we ook in de aankomende video's gaan we het ook over hebben. Maar denk daarbij na. Kun jij andere mensen helpen bij het online zetten van hun business? Of het verbeteren van hun online business? En kun je daar misschien een bepaald percentage van krijgen? En tuurlijk zijn bedrijven daar nog geïnteresseerd. Zijn ze allemaal erin geïnteresseerd? Nee, uiteraard niet. Zullen ze allemaal ja zeggen? Ook uiteraard niet. Alleen elke nee die je krijgt is een stap dichterbij een ja. Dus in feite is het heel simpel. Jij kunt nu bedrijven gaan benaderen of particulieren gaan benaderen. Of wie dan ook kunnen gaan benaderen.
En kun je zeggen, oké, ik wil wel de marketing voor jullie gaan doen. Dus dit jij het in feite voor me gaat doen. En vervolgens kun je daar je geld mee gaan verdienen. En ik denk dat dat een heel interessante marketingmethode is. Als je ook kijkt naar de bedrijven in Nederland, sowieso wereldwijd, maar de meeste bedrijven in Nederland, die volgen niks op. Dus die hebben een klant en vervolgens hoort die klant nooit meer wat van hun. Als jij een bedrijf benadert en je ziet dat zij bijvoorbeeld een klantenlijst hebben van 1000 of 10.000 mensen, en vervolgens zorg jij ervoor dat zij allemaal een e-mail krijgen of allemaal een brief krijgen, en dat ze vervolgens weer bij jou gaan kopen, de meeste bedrijven die hebben al zoiets van wauw, dat je hier geld mee kunt verdienen. Het zo simpel is om gewoon extra geld te verdienen. En ik bedoel, wees eerlijk, 99% van de aankopen die je doet, worden jouw gegevens worden vaak of niet genoteerd, of je krijgt nooit een e-mail na de tijd. Of nooit een brief na de tijd. En dat is ongelooflijk. De meeste bedrijven in Nederland hebben nooit gehoord van direct marketing. En direct marketing is dat jij contact opneemt met de klant na de tijd. Dus zo simpel kan het al zijn. Dat jij een bedrijf in gaat, dat jij hun gaat helpen met hun online marketing. En het eerste wat je doet, is gewoon heel simpel. De klanten benaderen die zo hard. Nou, ik dwaal weer een klein beetje af. Ben je onderhand misschien ook een klein beetje van me gewend. Alleen als ik het hierover heb, dan krijg ik al allemaal ideeën die je zou kunnen gaan toepassen. Het belangrijkste is gewoon dat je nu gewoon actie gaat ondernemen. En gaat nadenken van oké, zou ik dit kunnen doen? Of zou ik dit interessant vinden? Ja, oké, er gewoon voor gaan. En ga bijvoorbeeld bedrijven benaderen. Of misschien zit er in je directe netwerk wel een aantal bedrijven die iets met internetmarketing willen gaan doen. Waar jij ze bij kunt gaan helpen. En natuurlijk kun je er geld mee verdienen. Je zou het ook de eerste paar keer gratis kunnen doen. Dat je gewoon zegt van oké, ik wil jullie wel helpen bij jullie internetmarketing. Gewoon puur om een klein beetje ervaring op te doen. En natuurlijk ook om referenties te krijgen naar jou als internetmarketing trainer. Want in feite wat je wordt is internetmarketing trainer. Je gaat andere mensen helpen bij het toepassen van internetmarketing. Nou, ik ben echt een fan van internetmarketing, maar dat begrijp je natuurlijk wel. Ik doe het al jaren en ik vind het gewoon echt fantastisch. Ik ben echt een internetmarketing freak. Ik koop alle cursussen die er zijn en ik lees een hele hoop boeken wat dat betreft. En ik ga naar veel cursussen en seminars. En ik vind het gewoon fantastisch. En het kan inderdaad best wel zo zijn dat jij het ook fantastisch vindt. Nou, als je bijvoorbeeld al de business in een box hebt, of pauzeloos premium lid bent, dan is het helemaal geweldig. Want dan heb je zoveel kennis, zoveel informatie. Nou, en er zit zoveel hierin en dat moet er uiteindelijk uit. Nou, als je zelf niet een product hebt, kun je andere mensen daarmee helpen. Dus dat was in feite de tip voor vandaag. Ik ga je nog een aantal video's sturen aan de hand van het internetmarketing trainerschap. Dus hoe je geld kunt verdienen als internetmarketing trainer. Maar vandaag hebben we het eigenlijk een klein beetje gehad over hoe je kunt participeren in andere bedrijven. Kunnen grote bedrijven zijn, kunnen ook kleinere bedrijven zijn. Maar hoe je kunt participeren in bedrijven en daar een bepaald percentage uit gaat krijgen. Nou, in de volgende video zal ik nog een aantal tips geven die je eigenlijk direct kunt gaan toepassen. Nou, ik heb het wel over direct kunt gaan toepassen. Het is natuurlijk niet zo simpel dat je even zegt van oké, ga nu iemand bellen en direct een verkoop. Het is heel simpel wat ik net ook zei. Volgens mij zei ik het net ook. Elke nee die je krijgt is een stap dichter bij de ja. Dus dat was de tip voor vandaag. Nogmaals, in de volgende video's gaan we het hebben over andere tips die je direct kan toepassen. Bedankt en alle succes. Tot de volgende keer.